Toon Gerbrands wordt de nieuwe algemeen directeur van PSV. Gerbrands was sinds 2002 directeur bij AZ en in Alkmaar maakte hij in 2005 de halve finale van het UEFA Cup toernooi mee, in 2009 de landstitel onder leiding van Louis van Gaal en in 2013 de winst van de KNVB-beker ten koste van PSV. Voor zijn periode in het voetbal was de geboren Fries succesvol als coach in het volleybal, zowel als clubcoach als bij de nationale mannenploeg. Toon Gerbrands wordt bij PSV herenigd met technisch manager Marcel Brands, met wie hij ook bij AZ samenwerkte. Na afloop van de competitie zal PSV in het Philipsstadion een persbijeenkomst organiseren om Toon Gerbrands officieel te presenteren. Gerbrands tekent in Eindhoven een contract voor 4 jaar.